Wat? Oh ja? Ook een goedemorgen, schat. Ja, ook een goedemorgen, liefie. Ja, ook een goedemorgen. Ja. Ja. Ja, lieve vrienden. Het is weer maandagochtend. Het is 10:20. En het is 12 maart. Straks komt mijn begeleider weer. Vanmiddag krijg ik visite als eerste Astrid. Rebecca, de huishoudelijke hulp, komt. En er komt nog iemand. Die wil ook niet gevlogd worden. Nee, dat is. Ze is jonger dan mij, maar ze is een zeer ouderwets. Ja. Ze. Ja, ik ben het niet met haar eens met de gang van zaken zoals zij leeft, maar het is haar leven, dus ja. Mag ik me niet mee bemoeien? Nee. Maar ik heb net weer een video naar YouTube gebracht, die is bezig. En die wordt vrijdag pas geplaatst. Dus dan weet je het even. Ik ga een bakje koffie maken. Even af wat ze nog. En dan ga ik een bakje koffie maken. En een broodje maken. En Karin bellen. Want ook die moet ik even weer hebben. Die heb ik eventjes nodig. Maar ik zou zeggen, geniet van deze vlog en geniet van deze dag. Doe wat je doen moet. Nee, en doe het met een mooie glimlach. Doei doei. Mieuw. Ja, mieuw. Wat is dat weer mieuw? Hé, baasje zou zeggen, mieuwen vliegen buiten. Ja. Ja, lieve vrienden. De ochtend is bijna weer voorbij. Ik ben sinds net weer alleen. Mijn begeleider is weg. Het was een drukke, hele drukke ochtend. Van alles te regelen, van alles te doen. Ja, ik ga ook weer veranderen met Ziggo, want ja, het werkt allemaal niet zoals het moet. Ik heb kabel, maar momenteel zit ik op wifi, omdat de kabel het momenteel niet doet. Die viel in een tijdje terug zomaar uit. Met de televisie, ik wil namelijk ook terug kunnen kijken als ik iets gemist heb, of pauze houden als ik naar de wc moet of de telefoon gaat terwijl ik toch televisie wil kijken. Nou, dan kan ik even pauze zetten. Maar dat gaat allemaal niet. Nee. En ik had dat wel besteld. Maar dat heb ik toen niet gekregen. Nou belde Ziggo mij daarover op van of ik tevreden was. Nou, nee dus. Heb ik het allemaal medegedeeld. En toen zei ze ook van nee, dat kan dan niet. Dus ja. Daar wordt nou aan gewerkt. Dus allemaal goed. Nou ga ik even voor mezelf ook alles weer op een rijtje zetten. Probeer mijn hoofd leeg te maken. Want straks komt weer bezoek. Sowieso Rebecca. Om mijn huidje schoon te maken. Dan komt Astrid. Die wil ook liever niet op de vlog dan wel. En dan komt er nog een. Jannie. Die wil helemaal er niks van weten. Nee, want dat vindt ze vreselijk. Ja, ze vond het voor een paar jaar terug. Even zien. Nou, pak een beetje 10 jaar terug ongeveer. Ja, iets korter. Vond ze het al erg om internet te hebben en een computer te hebben. Maar ja, ik zei ook, ik zie je zo moeten. Ik zei, want je dochter die krijgt dat ook zo op school. Dus, ze hebben een computer. Ze hebben internet. Ze zit zelf op Facebook. Ja. Hoe doe je dat, hè? De neus van houden. En toch, mijn telefoon gaat. Dus, ik neem op. Het is Karin. Hoi, meis. Hoi, hoi. Ik zal even mijn vlog ten einde brengen. Dus ja, dat klopt dan allemaal niet in mijn ogen, maar ja, wie ben ik? Ja, ieder zijn eigen mening, dus ze bekijken het maar. Ik zou zeggen, tot later op deze dag. Doei, doei, doei.
Ja, mijn hondje die mag weer zometeen even oppassen. Ja. We zijn weer alleen. De rust is wedergekeerd. Het bezoek is allemaal weer weg. Dacht, ja, en nou is het op die klok is het bijna 4:15. Het is, om precies te zijn, 4:17. En mijn mobiel die gaat. Dus ja, alles weer tegelijk samen. Dus, ho, jullie vallen. Ja, hallo? Hallo? Sorry, mama. Sorry, mama. Die had met de Ja, dat ging dus niet goed. Ja, ik kan er niks aan doen. Maar in ieder geval, ik ga zo eventjes de stad in. Met mijn deurbel, want mijn deurbel die is kadoek. Ja, die heb ik gezegd. Doe het zomaar, dus ik denk dat de batterij kapot is. Gaat die weer. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks. Ja, daar waren we dus weer even. Want ja, ik kreeg dus telefoon en dat vind ik niet eigenlijk behoren dat het er allemaal opkomt. Behalve als het Karin is en het niet echt privé hoeft te zijn, dan vind ik het tot daar aan toe. Maar dit was even privé. Ik neem jullie niet mee, want de lucht die begint hier te betrekken. Dat is niet zo zuinig meer. De meeuwen beginnen te schreeuwen en te krijsen. Het is slecht weer boven zee en meestal dan komt het ook over land heen. En ik heb in ene ook knallende hoofdpijn, onweershoofdpijn, dus ik weet niet wat er uit voortkomt. Mag hopen dat het overdrijft, want ik heb ook geen zin om nat te worden, nee. Dus lieve vriend, ik laat jullie thuis. En als ik thuis kom, dan kom ik weer in de lucht. Tot straks. Hey, liefie. Ja, vrouwtje is al een hele tijd thuis, hè, maar weer zo druk, zo druk, zo druk. Ja, hè. Ja, man. Ja, hè. Ja, hè. Ja, want het is al avond en jij hebt je eten al op, hè. Vrouwtje moet nog, hè. Ja. Ja, lieve vrienden. En ik zal zeggen, mijn deurbel die doet het weer, gelukkig. Ja. Ja, er gebeurde weer van alles en nog wat niet goed was. Nee, mijn deurbel die doet het dus weer. Ja, wat er aan de hand was, ik weet het nog niet. Maar waarschijnlijk zaten de draadjes van die batterij inwendig niet goed. Ik weet het allemaal niet. Maar in ieder geval, hij doet het weer. Mijn hondje heeft al eten gehad. Oh, hij gaat nou net drinken. Ik ga nog eten, maar ik ben gewoon aan de snack. Ga nog lekker eten. En daarna ga ik de vaatwasser weer vullen. En dan komt het allemaal denk ik wel weer goed. Ja, en strakjes goede tijd, slechte tijd om 8:00 en om 9:30. Degene die daar kijken, ik wel, ik ben niet de enige. Good Doctor op RTL 4. Een hele fantastische serie. Ik ga kijken, jullie ook. Ik zeg een fijne avond en tot later op de avond. Doei doei!